In dit filmpje gaan we het hebben over tong. De Nederlandse visserijvloot vist voor een groot deel op platvis en dan met name op tong. Tong is een gewaardeerde, dure vis, maar hij is moeilijk te vangen. Wat doet een tong op de zeebodem? Hij graaft zich in, hij gaat onder het zand liggen en daarmee is hij eigenlijk verstopt voor een visnet. Je kan hem niet vangen. Als je hem wel wil vangen, moet je hem opschrikken. Hij ligt in het zand. Als je hem dan op laat schrikken, dan zwemt hij daarna zo het net in. In dit filmpje ga ik een aantal technieken laten zien die we gebruiken om tong op te schrikken. De eerste techniek, wekkerkettingen. Hier zie je een mooi voorbeeld. De kettingen hangen voor het net, schrikken de vissen op de zeebodem, ze springen omhoog en ze komen in het net. Dit hebben we in het verleden veel gebruikt en gebruiken we nu nog steeds. Het enige nadeel van wekkerketting is, ze slepen over de bodem, ze zijn zwaar en daarmee heb je veel weerstand en verbruik je veel brandstof. Hiervoor hebben wij een alternatief gezocht. Techniek 2, pulsvisserij. Met de pulsvisserij vang je platvis door ze met een klein schokje uit de bodem te laten springen. Hier zien we een voorbeeld van een pulsnet. Het kleine schokje wordt door deze strengen afgegeven, dus ze springen omhoog en belanden zo in het net. Dit net heeft geen wekkerkettingen meer en trekt daar ook veel lichter over de bodem. Het was zeer effectief, gebruikte zeer weinig brandstof, maar mag niet meer gebruikt worden vanuit de EU. Dus daarom zijn we op zoek naar andere technieken die net zo effectief zijn als pulstechniek met weinig weerstand op de bodem. Die voorbeelden ga ik nu laten zien. Techniek nummer 3. Kunnen we met luchtbellen de vissen uit de bodem jagen? We hebben geprobeerd om met luchtbellen de vissen uit de bodem te jagen. En hier zie je een heel mooi voorbeeld. De luchtbellen gaan langzaam boven de bodem langs en moeten de vis uit de bodem opschrikken. Techniek nummer 4, opnieuw luchtbellen. Ditmaal uitgevoerd onder een vleugel. Een vleugel zweeft boven de bodem langs, spuit luchtbellen naar beneden en moet de vissen opschrikken. Techniek nummer 5, waterstralen. Kunnen we met waterstralen die richting de bodem gespoten worden, tong vangen? Hier heb ik een voorbeeld waar geprobeerd is om met waterstralen tong te vangen. Je ziet hier plaatjes met gaatjes onderin waar waterstralen uitkomen. Dit geheel glijdt over de bodem, de waterstralen spuiten naar beneden en moeten de tong op laten springen zo het net in. Plaatjes met stralen is één vorm, rekjes met stralen naar beneden is een andere vorm en een ander rekje met spuitkopjes die allemaal aan de andere kant spuiten. Techniek nummer 6, rubberstrengen. Je ziet hier een voorbeeld van een rubberstreng eruit. Een rubberstreng is opgebouwd uit kleine schijfjes, grote schijfjes en de grote schijfjes glijden over de bodem. Tikken de vis aan, springt hij op en dan gaat hij in het net. Het grote voordeel van rubberstrengen is, het heeft minder weerstand en daarmee ook minder gasolieverbruik. Techniek nummer 7.
Een combinatie van rubberstrengen en bolkoppen of twisters, zoals ze dat noemen. De rubberstrengen heb ik net uitgelegd, die zie je opnieuw hierboven in de tuig hangen. De bolkoppen of twisters zijn eigenlijk omgekeerde wokpangen. Die hangen hieronder in het vistuig, net voor de onderpees, zoals men dat noemt, waar de vis overheen moet om het net binnen te gaan. Die hangen net boven de bodem en zorgen dat er een wervelende waterstroom over de bodem gaat, waardoor de vis opgeschrikt of opgewerveld wordt zo het net in. Techniek nummer 8. Vleugelharkjes. Wat is het idee erachter? Je maakt een vleugelprofiel met een klein harkje eronder en daarmee tik je de vissen aan op de zeebodem en dan springen ze uit de zeebodem in het net. Techniek nummer 9. Een borstelpees. Een borstelpees is eigenlijk een borstel die voor het net hangt, die over de zeebodem borstelt en de vissen uit de zeebodem omhoog moet borstelen. Techniek nummer 10, helixwekkers. In de plaats van een wekkerketting die van de ene kant van het tuig naar de andere kant van het tuig loopt, hebben we nu één wekker die naar beneden loopt met een helix eraan. Een helix is een bokkelvormige ijzeren buis die uit zichzelf door de bodem gaat draaien als hij voortgetrokken wordt. Techniek nummer 11. Gebaseerd op een straatveegkarretje. Kan je met een borstel die ronddraait, een roterende borstel, een vis uit de bodem omhoog borstelen. Het concept bestaat uit een elektromotor die een kabel ronddraait, de borstel draait mee en borstelt de vis uit de bodem omhoog, zo het net in. We hebben verschillende technieken laten zien om tong te vangen. Uiteindelijk is de wekkerketting nog steeds de efficiëntste methode, samen met het verboden pulstuig. De andere technieken vangen net iets minder tong, of veel minder, of zelfs helemaal geen tong. We blijven voorlopig nog doorzoeken naar een nieuwe techniek.